Bij NLF, Bram Mens, was ik altijd welkom om te monteren. Een prima kopie altijd van NLF. Manny Wees, regie voor Binnenlandse Zaken. George Vonk, tijdens de film AVPV. Hier nog als dienstplechtige. Later huurde ik hem in. Ik ben Erik Verwaas en ik ben gelegerd in West-Duitsland, Seedorf. Kan niet hoor. En ik heb het hier in ieder geval beter naar mijn zin dan in Nederland. Ik ben Nussan Kullewijn, kom Spagenwerk. Nou, ik zit hier 6 maanden. Ik word de vrouw wel over. Nou zie ik ook echt ben, dus hartstikke mooi. Ik ben Jan Velman en ik ben hier in Duitsland geplaatst als dienstplichtig militair. Ik ben Klaas Wasser, ik ben bestuurder op Leopard 2 tank. Mijn kaskeur zit ook voor 2 maanden en dan valt me prima. Ik filmde zelf aan de Oostzee en Lydia was er weer bij. Zij nam het geluid op. Daarna moet worden gevuurd. Bij een juiste procedure binnen de aangegeven tijd zal het resultaat de vernietiging van een vijandelijk doel zijn. Frank bediende de videocamera en ik de snelbeeld filmcamera. We gingen alle bezienswaardigheden bekijken van Kreta en 's avonds dineerden we gezellig met onze Engelse vrienden. Met Dick Gordijn maakte ik samen een film over tankkoepellichten. Die arme Dick moest met die grote videocamera in die tank. Hij filmde daar hoe alle boutjes en woordjes werden losgedraaid. Rembrandt Kersten vroeg mij op een dag of ik zin had om ook eens een AV te maken op dia's. Nou, dat leek me ook al een uitdaging. Ik ben Artie Boon, werkzaam bij het FSA. Ik ben Geertje Zondag, ik werk op afdeling Mato. Ik ben hier magazijnmedewerker in het FSA, als voorman van het FSA. En ik ben magazijnbediener op Nervo depot in Cuvan. Het was een klus met veel reizen en 's avonds bezocht ik het videobroadcastseminar nog in Rotterdam. Het was heel vermoeiend, maar Spijkerman die heeft me heel goed geholpen. Het zijn allemaal kundige en vriendelijke mensen bij NL-POMS. Ik werk sinds 1984 voor de NL-POMS, voor de afdeling Mato Technical Support en het bevalt me uitstekend. Niet op zich te doen. Ja, ze moesten een beetje goed voor de camera staan natuurlijk. Ja, als ik hier weg doorrijd, nee, we daar linksaf. Ja, het eind van de straat. Ja, linksaf, onder het viaduct door. Linksaf, voor de... We maakten opnamen voor instructiefilms en tevens werden die gebruikt voor journaals. George Vonk werd nu ingehuurd als freelancer. We leverden onze opnames 's avonds in bij Pim Korver die prachtige journaals maakte. De machinistenschool, Hans Thelen, maakten we instructiefilms over het aanleggen van wegen en daarna over de brugleggende tanks en de genietank. Jan was een goed kameraad en maakte het werken plezierig. Oh, wat geniet ik weer. En ik bleef genieten.